Betere. Ik heb je al die maanden niet gespeeld. Wat hebben mijn kakjes en wat heeft mijn woning? Dat is alleen maar tegen hoe jij in elkaar zit. Waar ga je zo? Hoe jij in elkaar zit. Waar ik je zat ben. Ik ben je toen zat en blijf je zat. Want je deugt. Jezus! Ik ben een beetje. Oh, kijk wat is. Top, top, maar top. Dat is wat... Had jij vroeger ook al een hekel aan haar, of niet? Nee, ik kon op zich prima met haar. Ik heb altijd netjes mijn werk gedaan. Schitterend. En nu acht ik van haar dat zij ook netjes de werk doet. En je ziet het, hoe graag ze de werk doet. Er hoeft maar dit te gebeuren. En als het niet bevalt... Maar hoe vind je dat nou om daar zo te zitten? Dan, ik vind het heerlijk. Want je lijkt me best een aardig lief kind. Oh. Maar, nee, dat is dus niet. Maar je zit daar tussen agressie. Het gaat daar heftig aan toe. Want uiteindelijk is het bijna tot knokken gekomen, hè, met de schoonmaakster. Ja, van haar kant. Oh, zij is lieker. Kijk, ik kan me prima verbaal redden. Maar er zijn andere mensen in het huis. Correct verhaal zowel, mag ik heel even Brian, dankjewel. Zowel mede-miljonairs als personeel. Die gebruiken graag hun handjes. Kijk, dat heb ik niet nodig. Ik red prima met mijn bekkie. Maar moet je dan kijken hoe dit escaleert daar in het huis? Met de schoon. Gaan we duwen. Je bent lesbisch. Oh, is zo. Ga staan, jongens. Krijg onder de douche. Geef dan gewoon het antwoord. Je bent zo'n volwassen vrouw. Geef. Echt waar, ik grijp je. Geef dan een antwoord in mijn gezicht en niet achter mijn rug om. Je bent echt... Vind je me zo interessant, vrouwtje? Weer aan me zitten. Ja. Je gaat weer aan me zitten. Dat is allemaal een liefkozend bedoeling. Slaan. Bam. Maar hoeveel heb jij ervoor over om dat... Want jullie denken daar, jullie zitten daar... Jullie denken eigenlijk maar aan één ding. Jullie denken aan dat miljoen. En dat seks. Huis. En aan seks. Ja. Nee. Wat denk je dan wel? Waarom ik heb een samenvatting voor mezelf gemaakt. Als ik er morgen uit lig, weet ik in ieder geval wat mijn winst is geweest... in die hele periode dat ik zit er bijna 9 maanden nu. Dan weet ik in ieder geval wat ik heb gewonnen in die hele periode dat ik er zit. Mooie mensen gemaakt. Hele speciale mensen die achter de schermen werken. Alles en erop. Maar is het leuk daar de hele dag? Het is niet leuk altijd. Het is niet leuk altijd. Maar, dat weet Huub ook te beamen... er zijn momenten wanneer Huub en ik soms samen praten... of we spelen ons spel samen. We doen wat we moeten doen om dan misschien iemand eruit te krijgen... met een ontslagronde. En daar zullen we best ons best voor doen. Maar Jaap zei vorige week hier, dat hij toen hier was... die zegt van, nou, ik vermoord misschien nog wel iemand... voor dat einde van de show. Kijk maar. Nee, maar zichzelf natuurlijk is het ook, dat is ook grappig om te zeggen, Robert. Maar, ja, maar hij zei het wel echt heel fanatiek. Hij zei, ik gooi zo stiekem iemand de bokkel over, zei hij. Ja, nee, wat hij zei, als de camera's... Die plek heeft hij al uitgekozen. Illusie nummer 1, als de camera's niet kijken... ik bedoel, hoezo, met 105 camera's op je. Hè, alsof die hun ogen dicht doen. En ja, Jaap die kan zich hier op de bank heel mooi zeggen alles wat hij wil. Maar wat Brian ook net zegt... waar ik graag op wil inhaken. Natuurlijk is het altijd gewoon een spel waar we mee bezig zijn. En ja, in dat spel, je zit heel dicht op elkaar... en er gebeuren heel veel dingen waarvan je denkt van... oké, wat heel veel emoties bij je oproept. Maar aan het eind van het liedje zijn we uiteindelijk allemaal spelers in het spel. En, maar toch, ik denk, als jullie lang genoeg bij elkaar zitten... dan gaat het een keer helemaal fout. Maar wat is lang waar denk je wat de grens ligt dan? Ik woon 200 dagen al met hem. 24 uur zo dicht als nu. Ja, maar ik denk toch nog dat zeg maar een jaar is alweer anders dan 2-3 jaar. Want John de Mol, die wil er 8-9 jaar mee doorgaan. Het maakt hem niet uit. Mm-hmm. Toch? Dat klopt toch? Ja, ik denk, we willen allemaal hetzelfde. We zijn er allemaal binnengekomen om te winnen. En ik denk dat als we zijn allemaal volwassen denkende mensen... Of Jaap en de mannen na. Dat je ook heel duidelijk moet stellen voor jezelf... wil ik zo graag winnen... dat ik ook bepaalde excessen van mezelf in kan houden. Zo is hij een handje ervan dat hij misschien wat agressiever uit de hoek kan komen. Nou, tot nu toe... heeft hij dat af en toe laten escaleren tot een punt... maar ook wel eens zijn handen in zijn zakken kunnen houden. Wat je moet doen. En daar is Huub bijvoorbeeld heel goed in. Kijk hoe het nou gaat. Want jullie hebben natuurlijk ook seks allemaal met elkaar. Daar moeten we het zo ook even over hebben. Huub, wat je allemaal uit... Seks? Dat is mijn broertje. Dat is je broertje. Daar gaan we het zo over hebben. Maar ook even dat fragment. Ik heb het vorige week ook laten zien. Dat was van... Ik begrijp het nog steeds niet helemaal. Jij zat met Amanda te flikken. Ik was een vriendin aan het likken. Ja, jij was een vriendin. Maar jullie hadden al iets met elkaar...
we waren verliefd. Inderdaad intiem al met elkaar. Oh, dit was al een laatste. Amanda was op het feestje een beetje aan het zuipen geraakt. Amanda, wat dat is Amanda heel leuk. Van geef Jensen een kans? Ja, dat doe ik ook. Ik denk dat Jens, of dat Robert prima voor zichzelf kan opkomen. Ik denk dat Amanda is dat toch, of kijk jij nog naar de show? Ja. In ieder geval, sorry. Kom maar, Huub, kom maar. Het is heel makkelijk met Amanda. Amanda heeft altijd, als ze nuchter is, de mond vol van trouwheid en dit en dat. Maar het mooiste is, je giet er twee briesetjes in en ze doet de hele nacht precies wat je wil. En dat is wat we nu ook gezien, denk ik. Nee, maar goed, en toen kwam jij daarachter. Ja. En toen ging maar toen, dat was ook het eerste wat ik ooit van het Gouden Kooi. Want ik, dat zei het vorige week al, ik had er niet zoveel zin in eigenlijk. Ik denk, wat moet ik nou, Big Brother hebben we al gehad en dat soort dingen. Maar toen ik dat zag, dacht ik, nou, daar gaan we zo vaker naar kijken. Ja. Nou, dankjewel. Maar jij ging helemaal door het lint. Jij was buiten jezelf. Laten we even kijken, want jij zag dus hem likken als Lassie met je vriendin. Dat zei ik vorige keer ook al. Laten we eens kijken, laten we eens kijken. Als hij mij zag, zou hij me slaan. Ja? Ja. Hoezo? Zonder condoom. Er is toch niks aan de hand? Gadverdamme, man. Wat een fucking hoer. Zit je aan te f***en? Gewoon even? Ja, best wel. Je hebt het dronken gevoerd. Je hebt het dronken niet doen, gevoerd. Niet doen, niet doen, niet doen, niet doen, niet doen, niet doen. Hey, hey, hey. Niet doen. Ik ga echt niet. Ga weg, jij! Wat doe je? Nicolas, neem me mee! Ja, Nicolas! 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 Waarom kom dan? Nicolas! Jij spuugt meisjes in het gezicht? Nicolas! Hier, bel maar. Bel maar. Hij spuugt een meisje in het gezicht, jongen. Kom naar jou, kom naar jou! Zo'n fucking jij niet! Kom je voor mama, kom je voor Conno! Brian, alsjeblieft. Blijf hier. Kom je voor jij niet, kom je voor Conno! Kom je voor mama! Ga weg! Hij is voor mama, alsjeblieft! 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 Dronken Thor, dronken Thor. Productie, help! Help! Ik ben helemaal gek! Maar jullie zitten elkaar tijdens dat filmpje zitten ze elkaar weer uit te dagen. Maar jij hebt toen echt ook opgebeld. Jij dacht echt dat je iets. Ik wil zelf. Je zei letterlijk: ik ga zelfmoord plegen, zei jij. Hè? Ik heb dat inderdaad in het kantoor gezegd, want er werd best laat ingegrepen. Je kon niet meer aan, je eigen pols doorsnijden. Hup, hou je kutkop. Ja, sorry. Oh. Je zei het er net al, Huub, op de juiste manier kan ik de controle weer pakken, inderdaad. Even Brian, maar jij belt op, want je dacht echt, ik pleeg zelfmoord. Uit veiligheid denk ik ook van, oké, ik ben 3 keer in mijn gezicht geslagen, 4 keer. Waar trekken we de grens? Ja. Laat mij bellen, voor zijn eigen veiligheid. 1 en 2 is zo gebeld, ambulance kan zo komen. Met de les die ik krijg van Hans Nijman, thaiboxen, breek ik hem in 5 stuk in elkaar. Ik beveilig me er zelf voor. En ik heb zoiets van, laat me zelf bellen. En jij wilde eigenlijk dat ze jou beschermde. Ja, maar een dronken Thor, die komt weer binnen. Ik wil je fucken. Wat zei hij in bed? Hij gaat me zeker slaan. Is het gelukt? Is het gelukt? Nou, je wou wel. Is het gelukt? Nee. Nee, maar je wou wel zelfmoord plegen. Je weer verloren. Maar Huub, is het echt, heb jij dat gedaan om hem uit te lokken? Ja. Huub, nee, antwoord op mijn vraag. Antwoord op mijn vraag. Wat zeg je? Vind je me nog lief? Ik weet het niet. Ja, nee, maar ik dat... luister. Is dat zo? Heb jij dat gedaan om hem uit te lokken zodat hij losging en weer uitgezet zou worden? Maar natuurlijk niet, Robert. Slaan, dat programma, het gaat toch ver. Het gaat ver, maar wat ik het allerleukste van het hele geintje is dat het gewoon duidelijk was dat ik het ook aankondigde dat ik Amanda helemaal zou likken of zou neuken of whatever zou doen met haar om Brian gek te maken. En ik zeg het nog aan. En het allermooiste is dat zijn vriendin zich dan nog verleent ook nog. Dat vind ik helemaal top. Ja. Maar waar staan we nu? Het is toch kloot om te horen over je vriendin, of niet? Nee, jawel, maar ik ben wel sterk genoeg om eroverheen te komen. Kijk, daarna volgt het realistische gevoel. 24/7 worden we allemaal gefilmd. Ja. Dus je ziet ook realiteit. Je ziet ook dat daarna andere mensen die hier zitten of wat dan ook... mensen beleven ook voor hunzelf wat er gebeurt. Die kijken ook. Iedereen heeft een mening. En daarna volgt een gesprek. Nou, maar dat vind ik heel intelligent allemaal, maar toch wordt je vriendin door hem gelikt daar, zeg maar. Ja, en wat doe je? En iedereen kan het zien. En iedereen... Ik vind het fascinerend allemaal. Ga even naar de break, want daar heb ik zo terug een paar dingen nog te bespreken. Blijf hier, dames en heren. Tot zo, kom zo.
everybody ever so spoken to you like that before in your life? Go on. Please. You were saying. Jeffrey, a little bit more ass-kissing, please. I know in Hollywood you are a big man. In Holland, it's me. I'm here. I'm on the red couch. What do you want? You are. So I want to move. I'm fucking up. What do you want? More. Kiss my feet, Jeffrey. There we are. We're getting there.